Dank jullie wel voor deze begeleiding om ons mee te nemen in verwondering, in aanbidding. Machtig Heer, want zo is het. De Bijbelse tijden, dat is mijn stukje in het verhaal van de maand van de Bijbel. Wat mooi trouwens, dat heeft u natuurlijk al een paar keer kunnen zien, hoe tijd, nog moeite, nog kosten zijn bespaard om het podium in te richten, om ons te bepalen bij de Bijbel. We zijn bevoorrecht in ons land dat we zoveel Bijbels kunnen kopen als we willen. En ook nog in diverse vertalingen. En zo bent u ook aangemoedigd deze week om het Marcus-evangelie te lezen. En ik had gedacht om even een overhoring te doen. Hoeveel hoofdstukken telt het boek Marcus? 16. Dat klinkt als iemand die het heeft gelezen. Een mooie opdracht, een mooie concrete uitdaging. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook zijn uitwerking zal hebben. Ik hoorde iemand zeggen over de Bijbel in gewone taal: als je er eenmaal in begint, dan kun je niet meer ophouden. En het is mooi dat je zo gaat lezen in Gods woord. Niet hoeft te struikelen over moeilijke woorden, lange zinnen, maar dat je kunt doorlezen en dat je dus inderdaad moeiteloos 16 hoofdstukken van het Marcus-evangelie kunt lezen. Dat is mooi. Aan mij de taak om u mee te nemen naar de Bijbelse tijden, de tijd waarin de Bijbel werd geschreven. Dan ontstaat er meteen een probleem, want dan heb je het over zo'n 1500 jaar. En om dan die 1500 jaar aan u voorbij te laten komen, dat is natuurlijk sowieso een lastige zaak. Ik heb gekozen voor een invalshoek die te maken heeft met wat u en ik hebben kunnen zien afgelopen week. We zijn als het ware meegezogen in de ruimte. En daar heb ik een plaatje van meegenomen. Ja, daar ziet u hem. Als u dat plaatje ziet, dan weet u meteen waar dit over gaat, of niet? Ja. Dat is het verhaal dat er een satelliet is gelanceerd. Heeft iemand enig idee hoe lang geleden? 10 jaar geleden. U bent op de hoogte, dat is mooi. 10 jaar geleden werd een satelliet gelanceerd met de bedoeling om de komeet te gaan onderzoeken. En er zou zoveel jaren voor nodig zijn, dus 1 jaar of 10 voor nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen, om in de juiste baan te komen en in de goede snelheid, de afstand enzovoort. En het is onwaarschijnlijk knap dat op een afstand van 1 miljoen kilometer, zo heb ik begrepen, 1 miljoen kilometer, u hoort het goed. Hoe? Is het nog meer? Veel meer. Nou goed, het is in ieder geval verder dan van Sneek naar Woudsend. Laten we het daarop houden. Ja, 1 miljard kilometer heb ik ook gehoord. Het gaat je dus gewoon duizelen. Dit is gewoon te groot, too big, too handle. Het is ongelooflijk wat mensen hebben gepresteerd afgelopen week. Wellicht ook dankzij Microsoft natuurlijk. Maar dat even terzijde, Paul. In ieder geval, het deed mij ook denken aan die prestatie. De woorden van Psalm 8, waar staat geschreven in de Bijbel in gewone taal: u hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie. Dat is de mens, bijna goddelijk gemaakt. En inderdaad in staat tot grote, hele ingewikkelde dingen. De ruimte in dus. En de ruimte waar we dus dan even zicht op hebben gekregen van de week, heeft mij gebracht bij de eerste woorden van de Bijbel, waar staat: de aarde was leeg en verlaten, overal was water en alles was donker en er waaide een hevige wind over het water. De aarde was leeg en verlaten. In de grondtekst, het Hebreeuws, staat het prachtige, dat gaat u nooit meer vergeten:
de woorden tohu wavohu, woest en ledig. Zo wordt de aarde beschreven en de ruimte beschreven voordat God zijn woord gaat spreken. En die gedachte wil ik graag even vasthouden. Voordat God gaat spreken, is het alleen maar woest, is het alleen maar leeg, is het tohu wavohu. En zo wil ik met u, als het ware, net zoals die satelliet, een reis gaan maken door de Bijbelse tijd heen. En dat is van de week is gebeurd, hier en daar een monster uit dat tijdsmoment nemen om daar iets van te zeggen en zicht te krijgen ten diepste op het werk en het woord van God. Een reis door de Bijbelse tijd. En laten wij eerst dan maar landen bij de goede tijden. De goede tijden op de eerste bladzijde van de Bijbel beschreven. En dat is, zo geloven wij, 4000 jaar voor Christus. Dan komt er een einde aan het tohu wavohu, de woestheid, de leegte, waarin niets bestaat. Dan begint God te spreken. En het blijft onbegrijpelijk mooi dat door het spreken van God de wereld, de schepping ontstaat. Hoe is dat mogelijk? Dat iemand zo machtig is dat met het spreken de dingen ontstaan. En zo mooi en zo geweldig. Het klopt allemaal. Als je dat vergelijkt met het staaltje techniek, wat er zeker is, hoeveel machtiger is God dan? Door te spreken brengt hij de schepping tot aanzijn. Een enkel woord is voldoende om het paradijs te scheppen. Het begon zo mooi. Een prachtige wereld, een volmaakte schepping. Geen survival of the fittest, waar je je tanden op kunt stuk bijten. Het verhaal dat soort op soort verdwijnt of ontstaat, omdat de een nu eenmaal sterker is dan de ander. Allemaal het gevolg van het kwade, nietwaar? Maar daarvoor was het een en al harmonie. Het was mooi. Een prachtige verzameling planten en dieren. Adam, de eerste mens, keek zijn ogen uit. En dan staat er, want het is nog niet af, in Genesis 2, vers 21, toen zorgde God de Heer ervoor dat de mens in een diepe slaap viel. En terwijl de mens sliep, haalde God een van zijn ribben weg. De plaats waar de rib gezeten had, maakte hij weer dicht. Van die rib maakte God de Heer een vrouw. Nu maakt de Heere God een vrouw voor Adam, de eerste man, de eerste mens. Hij was niet meer alleen, gelukkig. Maar ja, hij was wel een rib kwijt. Even voor de duidelijkheid. Een rib uit zijn lijf. Maar goed, hij kreeg er ook heel wat voor terug, zeg maar. Volgens mij was Eva een prachtig mooie vrouw. En ik laat me nu verder niet verleiden tot de beschrijving van Eva, want dan zou ik misschien sommigen teniet doen, dus dat gaan we niet doen. Maar neemt u van mij aan, ze had elke misverkiezing gewonnen. Ja, de enigste, ja. Nee, nee. In het rijtje van schoonheden had zij er bovenuit gestoken met kop en schouders. En goed, het kostte hem een rib uit zijn lijf, maar daarmee had hij ook wat. En wat was het mooi, samen. Samen in die tuin van God, samen wandelend, genietend in het paradijs. Het klopte allemaal en helemaal. Dagelijks spraken ze met elkaar, en dat bedoel ik met de levende God, de schepper van hemel en aarde. Wat moet dat mooi zijn geweest, om elkaar zo van dichtbij te spreken en te kennen. Maar dan, dat weten we, dan gebeurt het. Hoe lang ze trouwens zo hebben geleefd in harmonie met God, met elkaar, en ook in harmonie met de schepping, hoe lang dat heeft geduurd, dat wordt ons niet verteld. Dat blijft geheim.
Maar belangrijk is te weten dat er zo'n tijd is geweest. En dat bepaalt ook nog steeds dat diepe verlangen bij de mens om terug te gaan naar dat paradijs van toen. Want wie wil dat nou niet? Maar goed, het was gebeurd met de harmonie. De bom explodeerde, ze moesten weg en daarmee kwam er opnieuw, zeg maar, een tohu wavohu voor terug. Het werd woest, het werd leeg in hun bestaan, want het was gebroken, het was gebeurd. De moeilijke tijden beginnen. Zeker in het hart van de mens was het leeg geworden en was het woest geworden. En de geschiedenis, ook al in de Bijbel zelf, laat dat zien en alles eromheen ook. Allerlei opgravingen getuigen ervan waartoe de mens in staat is geweest. De vreedste dingen, we zouden ze amper nu kunnen bedenken. Het werd een hele, hele slechte tijd. Het volgende moment dus waar we een monster nemen om te kijken hoe zag die tijd, die wereld eruit. We komen terecht, wat mij betreft, in de tijd van Abraham, het Oud-Babylonische Rijk. Dan zijn wij ongeveer 2000 jaar voor Christus. Opgravingen, ze zijn er heel veel, en dan gaan we terug naar wat we nu Irak noemen. Daar zijn talloze opgravingen gedaan om te ontdekken hoe het leven eruit zag duizenden jaren geleden. En inderdaad, er is heel veel teruggevonden en heel veel gegevens laten zien hoe die cultuur van die dagen, hoe de mens in die tijd heeft geleefd. Een hoge beschaving, dat is duidelijk middels al die opgravingen. Een ontwikkelde rechtspraak, men kon recht spreken, er werd recht gedaan. Zij het wel op een hele vrede manier, de straffen die werden uitgesproken, die logen er niet om. Maar toch, er was een rechtspraak. Er was ook, tegen het protest van velen in, er was ook toen al, duizenden jaren voor Christus, duidelijk sprake van schrijfkunst. En dat betekent dat de mondelinge overlevering niet meer het enige is gebleven om de verhalen van vroeger door te geven, met het risico dat verhalen ook veranderd en verfraaid zouden worden. Maar al duizenden jaren voor Christus was men in staat om te schrijven en daarmee de verhalen te bewaren zoals ze ook werkelijk waren. Veel goud en zilver is ook gevonden bij al die opgravingen op die plaatsen in Irak. En wat ook is opgegraven, dat is het verhaal, een bizarre gewoonte, dat wanneer de koning stierf in die tijd, hij werd begraven, logisch, maar met hem werd al zijn personeel ook gedood en meebegraven, zodat ze nog steeds, ook na zijn dood, de koning van dienst konden zijn. Al met al ontdekken we inderdaad opnieuw het tohu wavohu, het woest en het lege in het bestaan van zoveel mensen, duizenden jaren voor Christus. Hoe zag die tijd eruit? Niet al te best. De mens was er na de zondeval niet beter op geworden. En er zijn talloze duizenden en nog veel meer bewijzen daarvoor om dat te onderstrepen. In die zin is duidelijk dat het slechte tijden waren. Maar dan in al die veelheid van slechtheid, mensen zijn daar heel goed in geweest, ook toen al, is daar een man, Abraham, die in beeld gaat komen in de Bijbel. En dan besluit God te spreken tot Abraham. Er was in het leven van deze man heel veel religie aanwezig. Dat was immers de gewoonte ook. Ook dat zijn de getuigenissen van de opgravingen. Men was gewend religieus bezig te zijn, vele goden en godinnen te aanbidden. En voor Abraham was dat niet anders. Hij was ermee opgegroeid. Maar dan gaat God spreken tot Abraham. Hij spreekt tot zijn hart en zegt, ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal je zoveel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. Ik zal je rijk
en gelukkig en beroemd maken. Zo gaat Abraham onderweg. Onrustig geworden, met maar één verlangen om die stem van de levende God te gaan horen en te gaan volgen. Hij kende deze God nog niet. Die God paste overigens niet in het rijtje van wat hij al kende, van wat hij gewend was. Dit was een hele andere God. Zoveel proefde hij er wel aan en hij had maar één verlangen, dat is deze God te gaan volgen, wat zijn familie er ook zou vinden, van zou vinden. En wat is dat mooi, dat de levende God zijn stem laat horen in het hart van deze man, Abraham. En dat hij gaandeweg Abraham leert over zichzelf. Gaandeweg leert Abraham hem te vertrouwen, zelfs zover dat hij uiteindelijk zelfs zijn eigen zoon bereid is te offeren. En ik heb me even afgevraagd van ja, dat is toch wel raar. Of is het niet zo raar? Opnieuw nog even die opgravingen. Het was inderdaad een soort van bizar gebruik om kinderen te offeren, om daarmee de goden om te kopen, gerust te stellen, noem het maar. Wat een bizarre gewoonte. En mogelijk was Abraham van gedachte dat ook deze God dat zou doen. En mogelijk is hij daarom ook bereid geweest zo ver te gaan. Het offeren van kinderen overigens, dat is jammer genoeg nog steeds een praktijk in sommige landen. Een paar jaar geleden nog werd een uitzending gewijd aan kindoffers in Oeganda. Gisteravond in de voorbereiding zag ik nog wat beelden voorbij komen. Ik denk, ik ga ze u besparen. Er was verder niks te zien, gelukkig. Maar het verhaal is er niet minder vreed en bizar om. Nog steeds lijken mensen hun kind te offeren, letterlijk. God heeft er een stokje voor gestoken bij Abraham. Het hoefde niet, hij kreeg zijn zoon Isaac terug. En zo kan de reis voor Abraham en God verder gaan. En daarmee wordt uiteindelijk het volk van volk Israël geboren, gaat ontwikkelen. En uiteindelijk is uit het volk Israël Jezus voortgekomen. Jezus, de tweede Adam, zegt Paulus in een van zijn brieven. Door hem, door deze tweede Adam, door Jezus, is er uitzicht op betere tijden. Daar zijn we wat mij betreft nu aangekomen. Betere tijden. En ik vraag me af of die dan ook voor jou, voor u, voor mij gelden. Stel dat we opnieuw een monster zouden nemen van uw, van jou, van mijn bestaan. Wat zou dat monster ons dan vertellen? Zou daar opnieuw iets te vinden zijn van die leegte, dat woeste? Zouden we opnieuw dat refrein horen van al zo lang, dat het ooit goed was, maar dat het daarna weer woest en leeg is geworden? Er is nogal wat aan de gang bij mensen en dat is bij ons niet anders. Er is inderdaad iets van herkenning. Zo van, ja, nu je het daarover hebt, over die leegte, dat ken ik wel. Ik heb wel mensen om me heen. Ik heb allerlei bezit waar ik van mag genieten. Maar ten diepste is daar die onrust en die leegte nog steeds. Het is ook woest geworden in mijn leven. Door eigen toedoen, door het toedoen van de anderen. En dat maakt het leven soms zo moeilijk, ja bijna ondraaglijk. Ik voel me net als in de ruimte geschoten, niemand om me heen. En waar kom ik uit? Is er dan iets? Is er dan iemand? Bij Abraham, om er nog even bij Abraham te blijven, gebeurde er een groot wonder. God spreekt tot deze man. En je ziet inderdaad dat er een einde komt aan zijn leegte, ondanks al die goden om hem heen en het woeste.
En je ziet dat Abraham wordt gevuld met zegen zoals God het ook had beloofd. Abraham heeft geleerd om naar de stem van God te luisteren. En zo komt er een einde aan zijn woestheid en leegheid. Ik zei al, we zijn bevoorrecht in Nederland met zoveel Bijbels om ons heen. We mogen het voluit zeggen. We zouden het uitvoerig kunnen bewijzen, maar die behoefte hebben we niet. Waarom zouden we? We mogen het gewoon aannemen dat dit het woord van God is. Dat God, net als toen in de tijd van Abraham, en later nog zoveel, dat hij spreekt tot mensen. Dus ook tot jou. Dat niemand wordt uitgezonden, dat hij tegen niemand zegt, ja, maar ik hou mijn mond dicht naar jou toe. En ik ga liever spreken tot een ander. Niemand die hier zit, hoeft die stem van God te missen. Hier staat het woord van God in. En velen van u hebben afgelopen week extra tijd gegeven door het lezen van Markus 1 tot en met 16. Je kunt je afvragen, hier is die, als je die stem niet hoort, je komt wel hier en je leest in de Bijbel, maar ja, wat anderen meemaken, dat maak ik dus niet mee. En ik ga het heel voorzichtig doen, dat zijn we gewend, we zijn niet gewend om te wijzen met een vingertje, dat moet ook maar niet. Maar heel misschien toch moet je eens een bepaalde keus maken. U weet allemaal wat dit is. Een afstandsbediening, ja. En daar zit allemaal knop op. En er zit ook een rode knop op. Misschien, ik zeg het voorzichtig, is het wel eens goed om af en toe die rode knop in te drukken en die Bijbel te pakken. En dan bedoelen we niet eens dat je dan een hele avond leest. Ja, mag wel natuurlijk. Maar dat je misschien iets later of iets eerder dit ding gebruikt. Of een ander moment kiest om de Bijbel te lezen. Het is alleen maar makkelijker geworden sinds de Bijbel in gewone taal. Ik hoor het al zeggen, je leest zomaar door. En je mag ervan uitgaan dat God nog steeds spreekt door diezelfde Bijbel. En natuurlijk kan hij het op heel veel andere manieren, gelukkig. Er staat in de Hebreeënbrief, die tekst die moest ik ook nog aan denken, nadat God eertijds op vele wijzen en vele malen had gesproken door de profeten, heeft God ten einde gesproken in de Zoon Jezus. U hoort wel, het is niet de Bijbel in gewone taal, maar u begrijpt het wel. Gelukkig kan God op heel veel manieren spreken. Gelukkig wel. Maar heel graag doet hij dat door de Bijbel. Vorige week, toen stond hier een prachtig portret. Het is nu verdwenen, begrijpelijk, maar dat is een mooi ding. En dat ging over de zoon. Hè? Prachtig verhaal over die veiling, waarbij eerst die tekening, de tekening van de zoon, werd verkocht. En toen eindigde Wouter met te zeggen dat hier het portret in staat van de zoon. En dat is mooi. En ik neem dat graag nog een keer mee vanmorgen. Als je wil weten wie Jezus is, lees dan de Bijbel. Als je leven leeg is geworden, hoe dan ook, dan is het goed om de Bijbel te lezen. Als je afvraagt welke kant moet ik uit, links, rechts, wat is het dan raadzaam om de Bijbel te lezen? We zeggen wel eens, God laat geen briefje uit de hemel vallen. Nou ja, neem me niet kwalijk, maar dit is wel iets meer dan een briefje. Er is zoveel te ontdekken door te lezen
in de Bijbel. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je dat doet, dat de tijden beter zullen worden. Volmaakt, net als toen in het paradijs, dat duurt nog even. Maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer je leest in de Bijbel, dat je dan zoveel ontdekt dat dan je leven daardoor beter wordt. En inderdaad, dat is ook niet hetzelfde als makkelijker, maar beter. Het krijgt veel meer kwaliteit. Alleen al omdat je weet dat hier staat geschreven dat God zijn reis door de tijd en ruimte gaat voortzetten op weg naar een nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Hoe en waar ook precies. Tot die tijd hebben we meer dan genoeg aan dit woord om dat te lezen. Ik ga eindigen met een paar woorden uit de Korinthebrief, omdat die woorden heel veel zeggen over die ene, over de tweede Adam, Jezus. Onder de indruk te komen van hem en daardoor ook wellicht anders te denken, anders te voelen, anders te leven. Wat is liefde? De vraag die veel mensen zich stellen trouwens ook vandaag nog. Hier staat: liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. Betere tijden. Ik wens je van harte toe, dankzij dat woord van de levende God. Amen. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer, voor deze morgen, voor deze dienst, voor het zingen van liederen met elkaar, voor het bij elkaar komen. Dank, Heer, voor het wonder van uw gemeente en dat we met elkaar onderweg mogen zijn. Dank u, Heer, voor mensen die zich willen voegen bij de gemeente. Dank u wel voor Magda en voor Hielke die te kennen hebben gegeven gedoopt te willen worden. En dan verder met ons, want ze zijn al onderweg met ons en wij met hen. En Heer, we zien uit naar het feest straks in december. En we vragen om uw zegen om hen daarin voor te bereiden. En ook dat andere getuigen mogen zijn van hun belijdenis, van hun verlangen om met Jezus en ook met ons verder te gaan. Heer, zegent u hen. Dank, Heer, voor Judith en voor Paul. Wat is het waar dat u ook met hen uw weg bent gegaan? Dat u ook raad wist met wat zij hebben meegemaakt en dat ze in het spoor van ons zijn gekomen en wij met hen. Heer, we zijn blij met hen dat ze hier zijn neergestreken en we vragen dat u hen zegent en tot zegen wil stellen. En we zien er naar uit, Heer, naar wat we ook met hen mogen beleven, wat u in hen hebt gegeven om te delen met ons en met nog zoveel. Ik wil u ook danken, Heer, voor de geboorte van Sivano. Dank u wel voor het jonge leven dat u gaf en het leven ook dat u spaarde. Voor jonge mensen die afgelopen zomer hun ja-woord hebben uitgesproken en nu gezegend zijn met het kindje. Heer, we bidden voor hen. Ontfermt u zich over hen. Mogen zij zich gedragen weten door uw zegen. En dank, Heer, dat er anderen om hen heen staan, zoals de jongeren van de 20-plus groep. Dank u wel daarvoor. Heer, we zijn erg blij met de berichten over Sam. Dank u wel dat de operatie zo goed is verlopen
En we bidden voor hem. Dank voor zijn ouders. En we bidden ook voor de ouders. Heer, zegent u hen in de zorg voor dit manneke. En we vragen, Heer, wilt u verder met hem ook in zijn leven? En wilt u wonderlijk genezen zoals u dat alleen kunt? We dragen hem aan u op. Heer, zo bidden we ook voor Rinje Waterlanden. We groeten haar met de bloemen. En we bidden, Heer, voor haar en ook voor Johan. Heer, zegent u hen beiden. Heer, u kent hun omstandigheden, de moeite, de vermoeidheid. Heer, we bidden voor hen. Zo bidden we, Heer, voor een ieder die gebed nodig heeft. U kent hun namen, u kent hun leed, u kent hun moeite. En dank u, Heer, dat daar waar u gaat spreken, dat daar dingen gebeuren. Zoals toen op de eerste bladzijde van de Bijbel. Zoals toen in het hart van Abraham. Zoals later in harten van Magda en van Hielke, van Paul, van Judith. En Heer, we vullen onze naam maar in. U hebt gesproken en zo zijn we onderweg. Naar betere tijden, ja zelfs volmaakte tijden. Heer, dank u wel daarvoor. En zo vestigen wij onze hoop op uw woord. Het woord dat ons is toevertrouwd om te lezen en nog eens te lezen, het erover te hebben. Het woord, Heer, waarvan we ook hebben gemerkt dat het krachtig is en dat het ook onderscheid geeft daar waar nodig is. Het woord dat ons wil voeden en wil maken tot mensen van u, mensen van God, discipelen van Jezus. Heer, op uw woord vestigen wij onze hoop. Amen. Thank you.